Opvallend nieuws kwam deze week naar buiten over de criminaliteitscijfers in Nijmegen. Het aantal woninginbraken neemt toe en ook burgemeester Bruls erkent dit. Ja, we hebben het afgelopen jaar voor het eerst eigenlijk sinds 2012 meegemaakt dat het aantal woninginbraken wat gestegen is. En dat komt vooral door een behoorlijke piek in de zomermaanden rondom studentenwoningen, studentenkamers. Dat is enerzijds dus heel erg jammer. Anderzijds, in historisch opzicht zijn die getallen nog steeds niet super hoog. En met die studentenwoning kunnen we ook heel gericht door voorlichting, door aanvullende acties, kun je er ook op ingrijpen. En dat laat ook zien dat het mooi is dat we deze getallen en hun betekenis hebben. Want daar kun je er ook als gericht op optreden. Ondanks de stijging van woninginbraak in het afgelopen jaar zijn de cijfers bij lange na niet zo ernstig als in 2012. Ook is burgemeester Bruls op de hoogte van een stijging in het aantal straatroven. Ja, we hebben afgelopen jaar ook gemerkt dat het aantal gevallen van zakkenrollerij en straatroof wat gestegen is. Dat gaat over enkele tientallen zaken per jaar. Dat zijn dus niet die hele grote honderdtallen of duizendtallen, maar wel heel erg vervelend als het je overkomt. En wat opvalt is dat dat heel erg voortkomt uit mensen die geen asiel kunnen krijgen in Nederland, maar wel naar Nederland zijn gekomen. Die zitten of in een AZC, in dit geval AZC in Overloon en in Graven, of die hebben geen geldige woon- en verblijfvergunning. Dus die struinen door het land en ja, komen dus ook in Nijmegen terecht en proberen dus door dit soort diefstallen aan hun grief te komen. Misschien nog wel het meest opvallende uit de criminaliteitscijfers is dat er enorm veel autobranden zijn geweest in Nijmegen dit jaar. Iets waar Bruls alles behalve trots op is. Ja, bekend was dat de afgelopen jaar de autobranden gestegen is. Nou, dat is ook uitgekomen. Het eind van het jaar hebben we echt enkele tientallen autobranden meer dan het jaar ervoor. Een echt on-Nijmeegs cijfer. De oorzaak van die autobranden, in zover we het zicht hebben, is heel divers. Dat heeft vaak te maken met ruzie in de relationele sfeer. Hij kon dus wraak nemen van, oh, jij maakt een relatie uit, ik steek jouw auto in de brand. Vroeger gooide je een raam in en nu is het de auto. Verzekeringsfraude, mensen die toch bewust hun auto in brand laten opgaan om de verzekeringspenningen op te strijken. Criminelen die een auto achterlaten die ze gebruikt hebben. Dat is natuurlijk heel vervelend als je dat overkomt. Het goede nieuws wat er wel achter zit is dat dit dus hele gerichte acties zijn. Het is dus niet zo dat er bijvoorbeeld een bende van mensen door de stad struint die voor de lol auto's in de brand steekt. Kijk, daar zal er ook wel een enkele tussen zitten, maar bij de meerdere is dat niet zo. Dus de kans dat je betrekkelijk willekeurig slachtoffer wordt van een autobrand is nog steeds heel erg klein in onze stad.